Een hele goede middag op deze woensdag 27 september. Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ga zo meteen mijn huisje een beetje schoonmaken. Ik ga echt even met chloor aan de gang. Ik kwam gisteravond thuis en toen vond ik het ook niet zo heel fris ruiken. Dus ik wil echt even lekker alles schoonmaken. Daarnaast wil ik ook nog een video opnemen strakjes. Dus ik ga zometeen ook gewoon gelijk aan de gang. Ik ga beginnen met de kattenbak en ja, dan ga ik gewoon even het huisje door. Ik heb er nu ook eventjes weer een wasje in zitten. Ik had nog zwart beddengoed wat niet bij de zwarte was in kon, dus dat heb ik er nu in zitten. Dan kan die andere zwarte was denk ik ook al wel weer bijna van de lijn. Die zal wel weer droog zijn. En... oh, er is een kat aan het drinken voor de rest. De vlog moet nog geëdit worden en moet nog een artikel schrijven. Dus ik heb nog wel het een en ander te doen. De beelden van de vlog staan al op volgorde, dus dat is op zich dikke prima. Kan ik gewoon mee verder. Maar ik ga nu eerst als een malle aan de schoonmaak. Ik zet jullie er nu even niet bij, want dat is eigenlijk gewoon wekelijks hetzelfde rondje wat ik maak. Dus anders dan wordt het ook zo saai. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 28 augustus. Ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb ook al even stof gezogen. Ik krijg om 13:45 bezoek. Het is nu 13:55 als het goed is. Even voor zekerheid kijken. Oh, het is 13:58. Mijn klok die staat een paar minuten voor. Ik heb een groene ooglook met een groen oogpotlood. Want die ben ik aan het testen. En ik vind hem best heavy eigenlijk. Nou, 13:45 krijg ik dus bezoek, dus ik kan nog even zitten. Ik ga zo meteen eventjes de laptop erbij pakken. Dan kan ik eventjes de vlog alvast uploaden, want die is wel klaar. Die moet alleen nog even online gezet worden. Ik film dit even met mijn telefoon en het geheugenkaartje van mijn camera zit vol en de camera is leeg. Dus, ja, ik heb even een wasje aangezet. Ik hoop straks dat die andere een beetje opschiet met droog worden. Ik moet ook nog weer een was opvouwen. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik ga nu nog even wat drinken en nog eventjes relaxen en even de vlog uploaden. Heel moeilijk woord. En ja, dan zie ik jullie strakjes wel weer als het bezoek weg is. En misschien heb ik jullie dan ook nog wel weer wat meer te vermelden. Ik weet het, maar je weet het maar nooit. Ik heb nu eigenlijk gewoon niet zo heel veel te vertellen eigenlijk. Oh ja, mijn kat is nog steeds krols. Beetje jammer. Maar ja, dat zal ik voorlopig nog wel even houden. Ik hoop echt wel dat het eerdaags over is. Want ik word er wel echt een beetje zat van. Want ze mouwt echt wel super hard. En dat is natuurlijk ook wel heel logisch. Maar het is ergens ook nog gewoon zielig. Maar af en toe is het ook wel eventjes een beetje uitblazen van wow. Nou ja, ik ga in ieder geval even wat drinken en ik zie jullie strakjes. Inmiddels ben ik weer terug. Ik heb ook even een ander shirt aangetrokken, want ik had het een beetje warm gekregen. Ik heb nog even wat boodschapjes gedaan. Ik zal jullie zo even laten zien wat ik heb gehaald. Want ik heb wel een paar goede koopjes gedaan, vind ik zelf. Ik ga de boodschappen dus even pakken. Ik film nog steeds met mijn telefoon, want mijn camera is nog steeds op de oplader geweest. Heel slecht. Ik heb allereerst bij Lidl ook weer eventjes cola gehaald. Super handig. Dat vind ik altijd gewoon fijn om daar te hebben. Zo. Auw. Ik ga even de telefoon omdraaien. Ik was ook even bij de Coop geweest. Mijn laarsjes nat. En dan kocht ik dit hoofdkussen voor 2,99. Ik zocht eigenlijk nog een extra hoofdkussen, want ik heb er gewoon eentje. En dat is prima, maar ik heb altijd een sloop over. Ik kocht dit hoofdkussen. Dat ga ik straks gelijk op bed zetten. Daar kocht ik ook een papgrid. Dat zijn de twee dingetjes van de Coop. De cola van de Lidl natuurlijk. En dan kocht ik ook een hele leuke kussen voor op de bank. Die vond ik wel heel erg tof. Even kijken hoor. Ik haalde... blikjes energy en ook even broodjes, want ik heb morgen heb ik weer testen en dan moest ik even wat meenemen om te eten en te drinken. Dus ik neem maar even energy mee.
zakjes. Pedaalemmerzakjes. Kruisfrietjes voor van het weekend. Nog een blikje energy. Even flesjes met mineraalwater. En koolzuur erin. En een zak patat. En als laatste nam ik alvast slavinken mee, want die zijn daar een stukje goedkoper. Deze gaan in de vriezer. Dan ga ik ze gelijk eventjes per twee verpakken. Dat is eigenlijk alles wat ik haalde vandaag. Een hele goede morgen op deze vrijdag 29 september. Ik zie er heel raar uit in dit licht. Ik film weer even mijn telefoon, want mijn camera is nog steeds leeg. Je moet steeds opladen. Het is 10:15 bijna en ik word zo opgehaald, want ik heb vandaag weer wat testen die ik moet doen. Het is van 11 tot 4, dus dat is best wel lang. En ik heb een beetje last van mijn keel. Ik heb al even stof gezogen. De kloze kat wil ook eventjes aandacht. En ik heb ook al even een was aangezet, dus die is dan wel weer klaar als ik terugkom. Ik ga nu nog even gauw wat op mijn lippen doen en dan wacht ik tot ik zo word opgehaald en dan ga ik die kant op. Dus dan zie ik jullie als ik weer terug ben. Inmiddels ben ik alweer eventjes thuis. Ik heb eventjes de boodschappen van gisteren die ik nog niet in de kast had staan. Zoals mijn cola en de kattengrit even in de kast gezet. Ik heb even een wasje opgehangen. Die was al klaar toen ik thuis kwam. Ik moet nog wel eventjes een was opvouwen. Maar ik denk dat ik dat straks even doe. Ik vergeet dat heel vaak. Of ik heb er gewoon geen zin in. Dat is ook gewoon zo'n ding. De kat is nog steeds helaas kroos. Die andere is nu ook een beetje bezig. Het is echt vervelend. Ik film ook nog steeds met mijn telefoon. Ik ga straks eerst echt die camera op de lader doen. Heel slecht. Dus ja, ik ben nu eventjes achter de computer wat dingetjes aan het doen. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben best wel moe. Ik heb ook nog steeds last van mijn keel. Dus het zit allemaal niet zo mee. Dus ja, eigenlijk verder was er ook niet heel veel bijzonders wat ik erover kan vertellen. Ja, ik moet gewoon wachten tot ze alles berekend hebben. En dan hoor ik wel weer wat eruit komt. Dus dat hoor ik vanzelf wel. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 30 september. En ik heb mezelf klaargemaakt. Het is ook al vrij laat hoor. Het is 2:45 bijna. Even op de telefoon kijken, kan ik er iets preciezer zien. Het is 3:08. Ik voel me niet helemaal fit. Ik heb net wel even stof gezogen, maar ik ben vandaag niet heel veel van plan. Ik heb een beetje last van mijn keel en bij mij springen dan ook gelijk de pijn springt naar mijn oren toe. Super vervelend. Ik ben dus lichtelijk verkouden en ik merk dat altijd meteen. Dus dan voel ik me gelijk een beetje minder fit, zeg maar. Dus ik moet sowieso straks wel even mijn vitaminedrankje nog drinken. Ik ga zo eerst even een glaasje normaal drinken nemen. Dan neem ik straks even mijn vitaminedrankje. Ik moet zo wel even nog wat dingetjes versturen. Wat administratie die ik eigenlijk nog even terug in de map wil doen. En een paar belangrijke e-mailtjes. Verder heb ik eigenlijk nog een wasje op te vouwen. Maar dat kan eventueel vanavond. En wat ik wel eventjes wil doen is mijn kwasten strakjes wassen, want het is weer tijd. En nu wil ik gelijk eventjes die houder testen die ik vorige week bij de Action kocht. Om te kijken of dat een beetje werkt. Vorige week, volgens mij is het alweer. Ja, wel vorige week. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het plan wat ik heb. Ik heb de verwarming aangedaan, maar hij wordt niet warm. En ik heb niet aan de knoppen gezeten om ze dicht te doen. Dus ik moet zo ook eventjes kijken in de kast of dat het allemaal wel klopt. Ik heb hem echt maar een heel klein ietsje omhoog gedaan. Ik wilde eigenlijk nog niet stoken. Maar ik merk nu gewoon dat het gewoon best wel koud is. Het ziet er ook buiten heel kil uit omdat het regent. Dus ik heb toch de verwarming ietsjes aangedaan. Ik heb ook gezien om in de kou te zitten. Natuurlijk kan ik wel een kleed pakken. Maar ja. De verwarming zit er niet voor niks. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken. Dan leg ik ook de camera nog even op de oplader. Want hij heeft nog maar één streepje. Want ik heb hem ook echt letterlijk een half uurtje geleden pas op de lader gelegd. Omdat ik het steeds vergat. En dan laat ik jullie straks even zien of dat werkt met die kwasten die in die houder te zetten. Oh no. Speed cold. We just getting started, don't you tiptoe.
life fantasy, you're a real life fantasy. But you move it so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going after this sweet, sweet craving. Whoa. Let's lose our mind and go fucking crazy. I keep on hoping. Cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be dead and you'll be now on me. Whoa. Let's lose our mind and go fucking crazy. I keep on hoping. Cake by the ocean. Goddamn. See you licking frosting from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, ma'am. I'm tired of all the candy on the dry land. Dry land, oh. Waste time with a masterpiece. Waste time with a masterpiece, oh. You should be rolling me. You should be rolling me. Ah, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going after this. It's with craving. Whoa. Let's lose our mind and go. Inmiddels is het 4:50 al. Ik ga zo even douchen. Ik sta ook in de douche. Maar ik wil jullie even laten zien hoe dat er dus uitziet met die kwasten. Dat ziet er dus zo uit. Ik heb alleen de oogkwasten hierin gezet. Valt echt prima. Ik denk dat dit best wel zo droogt. Mijn gewone kwasten liggen hier. En ik heb hier nog een paar bakken staan. Die had ik ook even afgelost, want die waren een beetje vies. Waar de man make-up in zit. Maar dat bevalt eigenlijk wel. Ik ga eerst even kijken of ik die verwarming aankrijg. Er komt een appje binnen. Ga ik even kijken. Ik moet dat ding even fixen. Ik ga zo even douchen en dan ga ik straks eten. En dan krijg ik straks nog even bezoek. Dus ik weet niet of ik jullie vanavond nog terugzie. Maar mocht ik nog wat interessants te melden heb, zal ik de camera er even bij pakken. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 1 oktober en ik moet ook wel eerlijk zeggen dat het echt al vrij laat is. Het is 4:55 ongeveer. En ik heb echt een hele luie hangdag. Oh, sorry. Ik ben echt niet vooruit te branden. Ik ben echt moe. Ik heb net een beetje op de bank gelegen. Maar ik ben eigenlijk niet echt van plan om iets te doen. Ik moet nog wel even mijn foto's doen. Ik denk dat ik dat nog wel even wil doen. Want ik denk dat daar van de week ook niet veel van komt. Maar dat is het ook. Voor de rest ga ik echt helemaal niks doen. Ik denk ik zal wel de vlog openen zodat ik jullie wel kan vertellen dat er van vandaag dus eigenlijk op dit beeld daar niet echt wat te zien zal zijn. Omdat ik gewoon echt heel erg moe ben. Ik heb nu even wat drinken. Ik heb nog steeds heel erg last van mijn keel en van mijn oor. Dus ik denk dat ik van de week even neusdruppels of zo moet halen van die neusspray. Maar ja, dat is eigenlijk mijn dag. Ik heb nu voetbal aanstaan. Gaat op zich wel lekker, 2-0, dus dat is goed. Ja, voor de rest, ik ben een beetje aan het appen met mensen. En ja, dat is het ook eigenlijk. Ik zit eigenlijk al de hele middag op de bank. Ik heb de folders even bekeken. Ik heb trouwens gisteren nog wel 2 Ali-pakketjes op ingekregen. Mijn allereerste was ik wel heel blij mee. Die ga ik jullie nog niet laten zien, want er komt een aparte shoplog over. Maar dan moet ik eerst wachten tot alles binnen is. Dus daar was ik wel heel verbaasd over, want ik zat dat echt te volgen via de site van AliExpress. Waar de pakketjes waren, maar volgens mij klopt dat dus niet. Dus dat kan ik ook maar beter niet meer doen. Maar ja, voor de rest gaat er niet heel veel gebeuren vandaag. En ja, ik ga zo wel even mijn zwarma uit de vriezer halen. Dus dat moet ik nog even doen en dan ga ik weer even lekker bank hangen. Dus sorry voor deze saaie zondag voor jullie. Maar ik ben er echt even aan toe om eventjes een zondagje niks te doen. Een hele goede middag op deze maandag 2 oktober. Mijn haar zit een beetje gek. Ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb ook al eventjes stofgezogen. Ik heb er een wasje aangezet. Ik krijg rond 2:55 ongeveer bezoek. Er komt een appje binnen. Dus ik dacht ik kan de vlog nog even openen. Ik heb gisteravond mijn nagels nog even gelakt. Ze zijn weer deze kleur.
paars, kleurtje van Essence. Ik ben er wel blij mee. Ik weet zo de naam even niet. Maar ik zal wel even onder in beeld zetten hoe die heet. Mocht iemand het willen weten. Ja, ik zit nu gewoon eventjes te wachten tot mijn bezoek komt. Ik moet vanmiddag wel echt even die was in de kast leggen en mijn schoenen opruimen. Volgens mij heb ik inmiddels wel weer 6 paar schoenen in de gang staan. Gaat ook helemaal nergens over, maar goed. Toch is het zo. Ik heb echt een lipkleurtje op. Dit is een kleurtje van Essence. En hij is in het echt veel feller was dat hij overkomt op camera. Maar het is een gloss. En aangezien het best wel een beetje herfstweer is, verwacht ik dat mijn haren er straks weer aan zullen plakken. Maar goed, dat zal ik wel even zien. Ik ga even wat drinken, want ik heb nog steeds last van mijn keel. En dan ga ik even wachten tot mijn bezoek er is. En dan zie ik jullie vanmiddag weer even terug als mijn bezoek weer weg is. Ik ben inmiddels weer terug. Ik heb boodschappen gedaan. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb eigenlijk alweer voor de hele week, dus dat is op zich helemaal goed. Ik ben wel iets vergeten, zit ik nu te bedenken. Dus die moet ik morgen nog wel even halen. Ik draai jullie even om. Allereerst kocht ik een zakje met Twix. Een klein beetje in. Ik heb er al eentje uitgenomen. Dus nu is het zo uit. Ik heb bakschnitzels, 2 stuks. Dan kan ik weer eentje in de vriezer doen. Frikandellen. Een kipfiletje voor straks. Broccoli. Deze snackjes heb ik voor de katten. Die zijn voor woensdag, omdat het dierdag is. Dami nasi vlees, die gaat in de vriezer. Boontjes. Dit zijn perfecte boontjes. Ik heb ook een zak snijboontjes gekocht. Een chutje. Kattenmelk. Champignons. Een doosje voor Bami. 2 pakken chocomel. Koffiemelk. En het laatste kattenvoer. Ik heb voor mijn konijn nog niks lekkers gehaald. Dat doe ik morgen even bij de Action. Want die hebben ook van die sticks. En die zijn daar gewoon wat goedkoper. Want die waren in de supermarkt nog best wel duur. Dus dat doe ik morgen eventjes. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik daarna even lekker douchen. En ga ik straks even mijn was opruimen. En ik moet ook nog even een blogartikel typen. Dus ik heb nog wel wat te doen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 3 oktober en het is 2:50. Om 2:15 krijg ik bezoek, dus ik wil eigenlijk alvast even een begin maken in mijn badkamer. Met schoonmaken. Mijn wasmachine die lekt, helaas, aan de onderkant. Dus ik weet niet hoe dat komt, of dat het blijvend is. Ik ga nu wel gewoon even nog een wasje erin doen. Even kijken of die het dan weer doet. Anders moet ik even gaan googelen wat het is, want ik ben op zich voor een vrouw best handig, maar ik weet ook niet alles. Dus dan ga ik even Google kijken. Ik ga even lekker stofzuigen en dan ga ik even kijken hoe ver ik kom. Ook mijn gang even. Daar wil ik even een dweltje doorheen halen, want die is ook aardig vuil, zeg maar. Dan ga ik ook even mijn schoeneninvasie opruimen. En ik moet nog een was ophangen. Dus ik ga nu gewoon even als een malle aan de gang. Want dan ja, kan ik even kijken hoe ver ik kom totdat het bezoek komt. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik ga doen. Ik denk dat jullie er nu niet bij zitten, want dan kan ik even de camera opladen. Want die heeft nog 1 batterijstreepje, anders is die vanmiddag weer leeg als ik jullie weer terugzie. En dan moet ik weer met mijn telefoon filmen en dat vind ik een beetje vervelend. Dus ik ga nu gewoon eventjes als een gek mijn huisje door. Inmiddels ben ik al wel weer een tijdje thuis, maar ik heb eerst even mijn douchegouw schoongemaakt. Want dat doe ik altijd op dinsdag en ik denk, ja, het is wel even lekker om dat te doen. Maar ik ben nog even bij de Action geweest, want ik had nog wat dingetjes nodig. En ik wilde jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Het is niet superveel, gewoon wat kleine dingetjes. Ik zal het bonnetje even pakken zo, zodat jullie ook weten wat het kost.
Ik ben namelijk eerst even naar de woningbouw geweest. Ik heb de papieren ingeleverd voor de urgentie. Dus dat is nu gewoon even afwachten. Hoe of wat. En daarna eventjes naar de Action. En ik had nog even bakboter gehaald. En frikandellen. Dus ik zal even de camera omdraaien. En ik zocht dus een eiersnijder. Maar niet om eieren te snijden, maar gewoon voor champignons. Want dat leek me wel heel handig. En bij de Action hadden ze ze niet. En ik kwam deze dus bij Albert Heijn tegen. En deze was €1,99. En dat vond ik eigenlijk best wel een goede prijs voor Albert Heijn. Hij zou eventueel in de vaatwasser kunnen. Nou heb ik die niet. Maar ja, is op zich wel handig. Maar hier kun je dus ook prima je champignons mee snijden. En dat scheelt best wel veel werk. Want ik vind dat altijd best wel een rotklusje. En ik eet ze best wel vaak. Nee, jij gaat dat even niet doen. Ik ga eerst eventjes het bonnetje pakken. De kat die wil al in de tas klimmen. Valt trouwens mee. Ik vind het altijd wel jammer. Dat zie je soms op de site van die nieuwste artikelen. En dan kan je dat dus helemaal niet vinden. Nou. Ik haalde even een nieuwe stoffer en blik. Dit is een blik. En waar is de stoffer? Hier zo, die van mij die was eigenlijk wel aan vervanging toe. En ik vind het soms nog wel eens handig, want dan heb ik al gestopzaagd en dan liggen er soms weer even wat. Zoals bij kattengrit of zo, dan kan ik het gewoon nog eventjes pakken met de stoffer en blik. Deze was 87 cent. Dan kwam ik deze dry nail spray tegen. Dit is dus een spray om je nagellak sneller te laten drogen. En ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Want ik heb hem ooit van Big Bazaar gehad. En die vind ik echt super fijn. Maar ik kwam deze dus nu bij de Action tegen. Even kijken hoor hoe duur deze was. Waar staat hij? €1,36. Ik kocht even zo'n pot. Ik heb pepernoten gekocht en ik vind dat wel leuk staan op tafel. Ik ga hem nu niet op tafel zetten, want dit tafeltje is heel onstabiel. Dus ik zet hem nu gewoon even op de kast. Maar ik dacht leuk om pepernoten in te doen of wat dan ook. En ik had altijd wel een hele leuke pot, maar helaas was de deksel gesloopt door mijn katten. Dus ik kocht gewoon even zo'n pot. Deze pot die was €1,39. Ik kocht ook even nieuwe vuilniszakken. Ik heb altijd twee soorten. Ik gebruik deze vuilniszakken vooral om mijn kattengrit in te doen. En als ik het konijnenhok verschoon. En ik had laatst bij de supermarkt zakken gehaald. Maar die waren dus te dun. Dat waren van die fluffzakken. En deze zijn gewoon weer die dikke met een trekband. En wat kostte deze? €1,52. Hier ging ik dus voor naar de Action voor deze knaagsticks voor mijn konijntje. Omdat het morgen dierendag is natuurlijk. Dus ik dacht, nou weet je, haal ik even van die sticks. Die vindt hij heel erg lekker. Je hebt twee sticks. En deze sticks die kosten €1,19. Dan kwam ik eindelijk deze soort van beauty blending sponsjes tegen bij de Action. Ik was hier al een tijdje nieuwsgierig naar. Ik heb er eentje, maar ik vind het altijd wel fijn om er nog eentje bij te hebben. En ik had deze al wel voorbij zien komen bij heel veel verschillende mensen. Maar ik kon ze elke keer niet vinden. Dus ik heb deze nu genomen. En deze kost, even kijken, waar sta je? 89 cent. Even een kat van de bank afdoen, want die zit aan iets te likken wat niet moet. Dan ben ik er al bijna doorheen. Dan kocht ik deze body mist. Ik kwam nu deze tegen. Die rook zo erg lekker dat ik dacht, hey, die wil ik gaan proberen. Ziet er ook super tof uit. Ruikt echt lekker. Het is een soort Miami shirt. Het is een beetje een zomerscheurtje, maar hey, maakt niet uit. Voor die body mist betaalde ik €1,98. Ik kocht even een nieuwe douchefris. Die van mij die schiet alweer op. Dus ik dacht, dan heb ik weer eventjes een backup staan. En ik heb altijd deze. Die met komkommer en gradient. En deze die is €1,59. Volgens mij heb ik dan... Ja. En dan kocht ik dit rieten mandje. Ik vond deze wel heel erg tof om gewoon foto's op te maken voor mijn blog.
Dus ja, die heb ik eigenlijk daarvoor gekocht. En deze was €1,99. Dus ja, gewoon eventjes wat dingetjes die gewoon even nodig waren. Tegenwoordig maak ik lijstjes in Wunderlist. Dus als ik weet, er is bijvoorbeeld iets bijna op, dan maak ik gewoon een lijstje aan. En als ik weet bijvoorbeeld dat Action dat heeft, dan doe ik in mijn Wunderlist, maak ik een lijstje aan. En dan denk ik, oh ja, weet je, dan moet ik weer even naar de Action. Dat soort dingetjes weer eventjes bijhalen. Dus dat is wel ideaal. Ik ga nu even lekker onder de douche. En dan ga ik daarna even een kuppensoepje drinken en mijn boontjes afhalen. Want dat moet ook gebeuren. En dan straks weer even eten koken. Ik ga dit even opruimen. Ik ben ook best wel moe. Ik ben net klaar met mijn douche. Dus op zich ben ik wel blij dat die weer schoon is. Maar ik hoop dus nu niet dat mijn wasmachine weer gaat lekken. Dus dat is even de vraag. En dan moet ik straks nog even een was ophangen. Moet er ook nog steeds één in de kast werken. Maar misschien dat ik morgen wel eens eventjes een paar kasten om moet gooien. Maar ik ligt er even aan hoeveel zin ik heb en waar ik toe in staat ben. Maar ik heb inmiddels mijn alles klaar. Mijn keuken is weer schoon en ik zit lekker op de bank te relaxen. Ik ga ook eigenlijk niet heel veel meer doen. Een beetje relaxen en dat is het ook wel. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's en je bent nog niet geabonneerd, kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren. En ja, dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!